Dus je moet wel kijken als ondernemer, wat heeft de markt nodig? Kom niet zomaar omdat je iets op YouTube hebt gezien en dan copy-paste het en het wordt dan een fiasco. Kijk of er echt behoefte is aan het product die jij wil launchen. Van een eigen onderdak kan gezien worden als een vorm van ultieme zelfstandigheid. In Suriname is het aantal woningzoekenden vrij hoog. Taco Oso speelt hierop in door starterwoningen aan te bieden, welke binnen 10 werkbare werkdagen worden opgezet. Taco Oso is een bedrijf, een dochteronderneming van NV Cornelis Galaxy. Het bestaat een jaar en 2 maanden. En het doel van het bedrijf is om houten prefab woningen aan te bieden aan de Surinaamse bevolking, because charity begins at home, en in de toekomst exporteren. Het volledig proces ziet eruit dat wij al een voorschot hebben gehad van de klant. En wij kopen daarmee het materiaal. Wij processen het materiaal. Dat betekent dat wij dus het aanpassen aan het model wat er gebouwd zal moeten worden. Okay. Het wordt uitgemeten, geprocessed, het wordt gebijst enzovoort enzovoort. In feite kopen we het hele huis, maar dan nog niet in elkaar gezet. We zetten het dan in de loods, we checken het, we double-checken het. Want stel dat iemand bijvoorbeeld op het Stuwmeer een huis wil hebben, dan kan je niet zeggen van ga even aan de overkant bij Omoe om nog dat te kopen. Dat lukt niet. Dus we double-checken het, we zetten het en daarna wordt het dan naar locatie gebracht. Oké, we zijn hier in de loods van waaruit we werken, van waaruit Taco Oso werkt. En het modelhuis wat we nu zullen maken, ligt in feite hier. Hier heb ik de raampanelen. Zoveel ramen als er en deuren als in dat huis komen, zoveel liggen er hier. Hier zijn de onderdelen die daaraan vastgemaakt moeten worden. Daar zijn de dakspanten. Waarop het dak komt. Dan hebben we, dit is voorraadhout, dit is voorraadhout. Dan hebben we hier het dak. Hier is het dak. Daar is de plafonnering en de deuren die aan de binnenkant komen. Dus daar zie je een gipsplaat. Gipsplaat is voor het plafond. We hebben 2 gladde deuren binnen. We hebben 2 gladde deuren binnen en die zijn allemaal daar. Folie voor aluminiumfolie voor de isolatie van het dak, dat ligt allemaal daar. Daar in de hoek hebben we de deuren. We zullen houten deuren hebben, in Suriname gefabriceerde deuren en in Suriname gefabriceerde aluminium ramen. Waarom zou men moeten kiezen voor een Taco Oso? Er zijn legio antwoorden hierop. 1. Het is affordable, het is betaalbaar. Je kan hem net zo eenvoudig of net zo luxe maken als je zelf wil. En natuurlijk hangt daar een prijskaartje aan. Het is een huis waarmee je alle kanten uit kan, dus je kan hem ook uitbreiden. We beginnen wel met een minimum, maar je kan hem uitbreiden.
Indien je met Taco Oso in zee gaat, kunnen we iets maken naar je budget. Waarbij er ook een stukje zelfwerkzaamheid aan te pas zal komen. Om een voorbeeld te geven, je mag zelf je badkamer en je kamerindeling en je keuken. Zou je zelf kunnen doen als je dat niet bij ons wil afnemen. En onze unique selling point is dat je huis binnen 10 werkbare werkdagen sleutelklaar kan worden opgeleverd. En in feite ligt het huis hier. Het is een kwestie van in elkaar zetten. Het hele huis is, ligt hier. En omdat alles dus al op maat gesneden is enzovoort, het is gecodeerd, zal het heel snel in elkaar gezet kunnen worden. Op locatie gekomen wordt het uitgezet. Volgens tekening, want natuurlijk daarvoor heb je al je bestektekening gemaakt. En volgens het bestek wordt dan het werk uitgezet, dat wordt nu gedaan. Het fundament wordt geplaatst. Ja. En dan gaan we verder met het opzetten van de panelen. Nadat de panelen zijn opgezet, komen de dakspanten. En wanneer de dakspanten er zijn, komt het dak. Men werkt heel snel om zeg maar tot dakhoogte te komen, omdat je daarna dan op je gemak tussen aanhalingstekens, binnen dan je indeling kan maken, afwerking enzovoort enzoverder. Aangezien wij hebben besloten om een modelwoning te maken eigenlijk voor de potentiële klanten en geïnteresseerden, om de mensen te laten zien hoe de kwaliteit is. Ze kunnen het ook beleven. Ja, toch, hoe is het om in een houten woning te wonen? Hebben we gekozen voor model Amira. Amira is een studio, we noemen het een studiomodel. En het is 35 vierkante meter groot. Het krijgt 1 slaapkamer, keuken, bad, toilet, woonruimte en een bordesje, een terrasje. Ik sta op tussen 6:30 's morgens. Dan begin ik met voorbereidingen te treffen voor de dag. Wat ga ik doen? Ik moet eerlijk toegeven dat ik met een checklist werk, heel vaak. Vooral als het een aantal dingen zijn, dan werk ik wel met een checklist voor mezelf. Meestal nadat ik hem geschreven heb, raak ik hem direct kwijt, want dan weet ik niet waar ik hem moet zetten. Maar het is dan wel in mijn hoofd. En zo 6:30, dan begin ik wat dingen te doen die ik nog in mijn pyjama kan doen. Je weet toch, dit klaarzetten, dat weghalen, zo enzovoort. Vaak genoeg moet ik misschien nog een jurk knippen, want we kregen ook modistenwerk nog binnen. Dus, en ik knip. Dan is het intussen 7:30, 7:15, dan ga ik baden. Dan meestal maak ik dan ook een ontbijtje voor mezelf klaar. En dan ga ik bidden. Ja, want dan kom ik tot rust. Ik heb al een deel van mijn taart. Dan ga ik bidden. En dan om 8:30. Dan gaat zeg maar, dan komt het personeel. Komen de medewerkers binnen. Tussen 8:30 en 9:00. Werk is dan al uitgezet. En dan ga ik mijn prioriteitenlijsten na. Het zijn telefoontjes, het zijn bestellingen die klaargezet moeten worden, you name it. Dus van alles en nog wat. Nu hebben we Taco Oso erbij. Dus mensen komen heel vaak langs, het liefst op afspraak. Maar dan verwacht ik ze, komen langs voor informatie. Maar men komt ook om zeep te kopen. Men wil weten van welke zeep kan ik gebruiken voor zo en zo. Ik maak therapeutische zeepen voor zo en zo een kwaal. Wat ik al zei, mijn oudste dochter is ook aan het bedrijf verbonden. Mijn zoon is aan het bedrijf verbonden. Dus dan hebben we ook meetings met hun van daar is er een bestelling voor zeep en thee. Iemand vraagt om een training ergens. Ze geeft ook trainingen, ze is ook docent. En dan kunnen we dat bespreken, hoe zouden we dat kunnen doen. Ik ben overal bij betrokken, ik word ook overal bij betrokken.
dat de dag gaat dan door. Ik ren van de ene afdeling naar de andere. En ik heb ook een actief leven in de gemeente waar ik lid van ben. En dat is zeker 2 keer per week dat ik dus vanaf 5 daar verbind, sowieso de zondag, daaraan verbonden ben. En 's avonds kijk ik naar het nieuws. Ik moet mijn nieuws zien. En dan kan ik besluiten om mijn Bijbel te lezen of een boek te lezen. Of gewoon vroeg te gaan slapen. Heeft u voldoende uren in de dag? Soms vraag ik God 2 uurtjes extra, maar niet altijd. Hij geeft het me ook. Van die 24 anosari, jimwa yuru morono. En dan krijg ik het. Na mijn emigratie heb ik 3 jaar, dus voor 3e gewerkt. En dat was niet mijn ding. Het was niet mijn ding. Ik hou van ondernemen. Ik denk dat ik als eentje geboren ben. En ik kan niet anders. Ik kan alles wat ik erin stop, wat ik investeer, tijd, ideeën, noem maar op, it pays back. There is return of investment. Je ziet dingen groeien, je ziet dat mensen geïnspireerd worden, je ziet dat mensen van je product houden. Dat is al een stukje betaling. Dat men het waardeert wat je doet. En dat je jezelf kan onderhouden, dat je anderen kan bijstaan. Misschien niet geweldig, ik kan geen huizen bouwen voor mensen. Maar op een andere manier kan ik ze wel zegenen. En dat houdt me bezig, dat vind ik heerlijk. Jullie hebben verschillende modellen woningen die jullie opzetten. Wat zijn die modellen allemaal? We hebben 3 studio modellen. De een is dus, eentje is Amira, vernoemd naar mijn oudste kleindochter. Dan hebben we Jade, mijn jongste kleindochter. En Coco, die bewaar ik voor mijn dochter die nog een zoon of dochter moet krijgen. Die zijn 35 vierkante meter studio model, 1 slaapkamer. Dan hebben we 3 andere modellen, 50 vierkante meter met 2 slaapkamers. Eentje heet Arthur, mijn grootvader. Weilen, timmerman. Mijn vader Maximiliaan, daar heb ik ook een huis naar vernoemd. Die is ook, die was betonconstructeur, maar hij is vanaf timmerman en tegellegger begonnen. En daar hebben we nog een woning, Josephine, en dat is vernoemd naar mijn moeder. Ik ben tot en met de lagere school in Suriname. Tot en met de lagere school heb ik in Suriname gevolgd. Na de 6e klas, mijn vader woonde al in Nederland, was daar getrouwd. En toen ik 11 werd, dus geslaagd, ik weet niet of je toen slaagde, maar in ieder geval de lagere school had afgemaakt, ben ik vertrokken naar Nederland. Het was in de vroeg 60er jaren, 63 of zo. Daar heb ik de MULO gedaan. En op een gegeven moment, ik weet niet hoe dat komt, ben ik niet verder naar school gegaan. Geen middelbare opleiding, geen universiteit, niets van dat alles. Maar ik heb bijvoorbeeld wel opleidingen gehad zoals Engels, Engels, Frans, secretaresseopleiding, schoonheidsspecialisten, hele goede opleiding tot schoonheidsspecialisten, met een aantal cursussen erbij. En toen ik naar Suriname terugkwam, heb ik echt iedere training die langskwam, gedaan. Soms vroeg ik mezelf af wat ik in die training deed. Zo van, die meneer heeft 12 woorden gezegd waarvan je halve hebt begrepen. But keep on learning, want je bent in een leerproces. En maanden, jaren later zag ik dan het nut van die training. Maar ik ben vreselijk leergierig, tot op de huidige dag. Ik hou ervan om, ik ben geen onderzoeker, maar ik hou ervan om uit te pluizen en to see if it works for me. Dus dat is mijn achtergrond.
als je onderneemt, dan loop je risico. Dat is bekend. Om je risico's te verminderen, moet je kijken als ondernemer, wat heeft de markt nodig? Ja, toch, kom niet met iets. Ik bedoel, het zou op zijn zacht gezegd idioot zijn als ik nu in Suriname kom en ik zeg, ik verkoop raketten, zodat je naar de maan kan vliegen. Voor Goedusang. Ja, toch? Dus wij zijn nog niet zo ver. Als je toch naar de maan wil, ga dan naar Kourou. Maar Suriname heeft het even nog niet aan te bieden. Ga kijken wat men nodig heeft. Wat een prioriteit zou kunnen zijn bij een gezin of een individu die iets wil aanschaffen. Wat wij hebben gemerkt is dat er een enorme woningnood, woningschaarste is in Suriname. Nou, eigenlijk niet eens een woningschaarste, affordable homes. Dus betaalbare woningen, dat is er wel. En de bouwtijden zijn heel vaak gigantisch, met alle nare gevolgen van dien. Dus wij hebben daarop ingespeeld. Als ondernemer, als je echt ondernemingsbloed hebt, dan zou je bijvoorbeeld kunnen kijken naar het concept van Taco Osso en denken van, ze bieden houten ramen aan, ze bieden houten deuren aan, ze bieden keukentjes aan, ze bieden trapjes aan, ze bieden badkamers aan, you name it. Hoe zou ik daarop kunnen intappen? Hoe zou ik iets kunnen aanbieden? Je kan bijvoorbeeld kopen met een, ik noem maar wat, een sink, wasbak voor in zo'n klein toilet. Zou kunnen. Of je komt met iets van glas om dus die muur af te scheiden van de douche. Of je komt met een keukentje die je verder kan aanbouwen. Het gaat om, we beginnen met huizen van 35 vierkante meter. Het is dus genoeg voor een starter, een man, een vrouw met een babytje misschien of gewoon één persoon. En als je met een huis van 35 vierkante meter begint, dan betekent het dat je geen miljonair bent. Je hebt niet zoveel geld. Nou, speel daarop in als andere ondernemer en kijk wat je dus in hout of in een ander materiaal zou kunnen aanbieden aan zo'n starter. Je zou een barretje kunnen aanbieden, barkrukken kunnen aanbieden, enzovoort, enzovoort. Dus je moet wel kijken als ondernemer, wat heeft de markt nodig? Kom niet zomaar omdat je iets op YouTube hebt gezien en dan copy-paste het en het wordt dan een fiasco. Kijk of er echt behoefte is aan het product die jij wil launchen. We'll be right back.